ik vind Theo wel heel erg veranderd, maar wel gelukkig in positieve zin. Waar ik heel veel nadenk, doet Theo vooral. En waar ik nogal snel denk dat iets niet meer kan, denkt Theo nog dat het allemaal wel moet lukken. Theo is gewoon mijn maatje. Hij is heel sociaal, echt een gezinsman ook. Heel betrokken, een hele positieve man, actief. En Theo heeft ALS. Zo. Goedemorgen. Kom maar eens uit, meneertje. Hoe gaat het? Hoe was het met die instelling? Is dat beter? Ja? Eventjes aan de andere kant trekken. Eruit vallen, hè? Ah. Kukkel, hè? Zijn nekspieren zijn zo verzwakt dat het eigenlijk niet lukt om zijn nek goed op te tillen en om echt zo te lopen. En dat is soms op dagen dat hij zich beter voelt en hij iets meer energie heeft, dan lukt dat iets beter. Maar dat is lang niet altijd. Nee. Meestal hebben we 's ochtends wel ochtendzorg van ZZP'ers die we dan inhuren. Dat is 6 ochtenden in de week. Vrijdag nooit, want op vrijdag ga ik hem altijd scheren en dan willen we het liefst gewoon zelf doen. Ik vind het ook een soort van fijn momentje zo, even 1 keer in de week. Iedere ochtend begint voor Theo hetzelfde met die douchesessie. Hij wil eigenlijk iedere ochtend wel douchen. Hij ligt in dat bed heel de dag. Of heel de tijd in dezelfde positie toch wel veel. Dus dat gaat allemaal een beetje zweten. En dus ja, dat is iedere ochtend een beetje zijn ochtendritueel. En dan als hij straks gegeten heeft, dan is het 10:30. En dan is het even rust. Doe je even uitstrekken of lukt dat niet? Ga je? Ja. Oh. Ja, zak maar. Nou, een handje erop. Yes? Nee. Dan kan je natuurlijk denken van misschien kan hij veel beter niet lopen. Want dat lopen gaat super moeilijk en hij is ook heel erg onstabiel. Maar Theo zegt ik kan lopen, dus dan wil ik ook lopen. Want zolang die functie er nog is, wil ik daar wel... Het zij korte momentjes van de dag toch gebruik van maken. En het kan ook op andere manieren, maar hij kiest er toch wel heel bewust voor om nog zoveel mogelijk te lopen. Maar het kost hem wel heel veel kruim, zoals je wel kan zien.
Wacht eventjes. Als ik Theo aan zijn polsen pak, heeft hij toch iets meer balans. Terwijl het er... Terwijl het er niet per se heel stabiel uitziet. Maar aan zijn, als ik hem aan zijn schouders pak of aan zijn bovenarmen, dan vindt hij vaak zeer doen. Omdat die schoudergewrichten zo kwetsbaar zijn. Dan gaat hij goed met zijn kuiten tegen het uiteinde en dan gaan we zitten. Even wachten. Zo kan ik hem wat zachter laten zakken. Juist. Dan gaan we eerst maar scheren, niet? Oh, ik vind dit toch nog een beetje toveren. Ja, het is van jou, die gaan alle kanten in. Er zitten allemaal weer bokseltjes. Het duurt altijd wel even, want ik vind het wel fijn als het allemaal netjes is. Theo ook, toch? Eén keer in de week maar. Eén keer in de week dan wegen we eventjes, om dan toch te voorkomen dat hij te veel afvalt. We hopen ergens rond de 80. 1, 2. Oh. Hij woog ooit 90, dus we zitten wel sukkelen, wel zachtjes aan achteruit. En Theo heeft een tijdje zonde gehad in zijn... Wat zeg je? Onder je benen. Oei, oei. Theo heeft een tijdje een zonde gehad om dan zondevoeding mee te kunnen krijgen, maar dat ging heel het kapot. Bij ALS kunnen ze fasciculaties horen, er zijn een soort spiertrilling, hetzelfde als je wel eens onder je oog zo'n bibbertje hebt. Maar dan in het extreme en dan in zijn armen. Als je hier kijkt bijvoorbeeld, dan zie je dat ook wel eens, dat er zo'n, dan trilt dat heel erg.
Wat zeg je? Ja, wil jij zelf? En toen ze daar die zonde hadden aangebracht, door die buikspieren heen. En daarmee hebben ze dat heel erg getriggerd. Dus die ging heel staan die zonde trekken. En die trok hem dus een paar keer stuk. Nou, wordt die moeder, kan je wel zien. Dan kan je... staan nog een beetje moeilijker. En dan zakt zijn hoofd zo ver in dat het zeer gaat doen. Dus dan wil je even gas geven. Dat hij naar de rolstoel kan. Dan kan hij comfortabel zitten. In 2015 kreeg Theo last van zijn linkerhand. En eerst dacht ik, ja, een beetje mannen dingetje, we hebben allemaal wel eens iets. Dus ik nam het helemaal niet serieus. Totdat hij ook wel echt liet zien van hij is ingevallen en ik heb echt krachtverlies. En nou ja, dan ga je eens een keer naar de dokter. En in oktober werd het allemaal wat serieuzer. En op 5 oktober zijn we naar Utrecht gemoeten en wij gingen daar echt naartoe met het idee van nou ja, we gaan ze laten zien dat hij in ieder geval geen spierziekte of waar hun allemaal bang voor zijn, daar is het in ieder geval zeker niet. En als het dan iets is, dan is het iets veel onschuldigers dan waar die artsen aan denken. En, maar gaandeweg die dag kwamen we er wel achter dat het iets heel anders was. En, je moet daar dan heel vroeg zijn en 's avonds kregen we te horen dat hij ALS had. Nee. Zo, hè. Lekker je achterover. Rust. In februari heb ik mijn baan opgezegd. Dat vind ik nog steeds eigenlijk wel heel heftig. Maar ik ben wel heel blij dat ik nu volledig voor Theo kan zorgen. Het is mijn vent, mijn man. Zijn lichaam was ooit... iets waar je op een andere manier mee omging dan nu. Nu is het een aangetast lichaam. Ik vind het nog steeds een leuke vent, maar zijn lichaam is wel heel erg veranderd. En ik vind het heel moeilijk om te zien dat het zo achteruit gaat en om te zien dat hij het zo graag anders wil. Nou ja, hij glimt helemaal. Lekker. Ik moet veel geduld hebben met hem. En dat vind ik helemaal niet erg, want ik zie wel dat het gewoon niet anders kan, maar ik zie ook dat Theo zelf het zo graag anders zou willen. En dat vind ik verdrietig voor hem. Beetje water uit je oren. Zo. Duurt even, maar dan heb je ook wel. Zo. Nou. Ja, ALS is wel echt heftig, ja. Ja. Klaar. Eten maar. Als hij dan in de stoel zit en alles zit goed en zijn Toby staat aan en voor hem en hij is zeg maar helemaal klaar om de dag te beginnen, dan gaan we eerst ontbijten. Hij reageert op jouw camera, zegt Theo. Theo heeft veel moeite met eten, vooral vanwege slikproblemen. Dus er zijn ook heel veel dingen die hij niet meer kan eten of liever niet meer eet. Maar 's ochtends eet hij bijna altijd een tosti. Dat lukt op een of andere manier wel goed. Dus dan eet hij een tosti en dan moet je ook rustig doen en aandacht voor hebben. En Theo vindt het fijn als er om hem heen weinig prikkels zijn als hij eet. Dus dat hij zich echt kan focussen op het eten. We moeten dan ook niet kletsen, want anders gaat hij en praten en eten. En dat is ook weer gevaarlijk. En na het eten dan is hij echt wel even moe en dan even medicijnen erin en dan doet hij meestal even niks. Dan is het op vrijdag vaak al wel een uur of 10:30 zoiets. En dan om 12:00 komt onze jongste alweer uit school. Dus dan is hij even 1,5 uur rust. Beetje op de Toby, Netflix, een beetje WhatsAppen.
zijn sociale contact een beetje bijhouden en dan is dat de ochtend. Die mag alleen uit school komen, maar hier is het zebrapad, dus dan halen we ze even op. En nou is het lekker weer, dus ik kan Theo mooi mee. En dat vindt Sarah ook leuk, dan komen we even samen. Hoe is het? Hi. Hoe is het? Hoe was het op school? Mag ik een kus? Hi, mama. Hi, schat. Neem je fiets maar mee, hè? Neem je paps ook even hoi. Hoi papa. De rood, wit, blauw is toch niet de broek van nu? De mannen zijn aan het trainen voor de Tour voor ALS. Dat is een NL-editie op de Tour du ALS. Vandaag gaat hij fietsen met Jos, dat is mijn broertje. En die zitten altijd samen op de fiets. Dan zit Theo voor en mijn broer zit achterop. En zo trainen ze samen. Eigenlijk doe ik alles wat ik kan voor Theo, maar ik kan eigenlijk niks doen, voor mijn gevoel. En het enige wanneer dat ik wel het gevoel dat ik iets kan doen, is wanneer dat ik bij Theo achter op de fiets mag zitten en hem ja, nog kan rondtrappen. En dat we s'avonds om 9 uur nog eens rondfietsen waar we anders nooit zouden zijn gekomen. Ja, wat het doet voor mij is mogelijk maken dat ik wel het gevoel heb dat ik af en toe iets tegen die klote ziekte kan doen. Voor mij is het als ik met Theo met die fiets weg ben, is hij eigenlijk alsof er niks veranderd is. Kantje maken en over mij de kletsen die we tegenkomen en over auto's die we zien. Dus eigenlijk is het dan weer gewoon. En dat is denk ik het gevoel dat ik erbij heb. Gewoon samen sporten. Als maatje, als broers van elkaar. Zo voelt het. Femke, die is nu 13 bijna. Die is heel wijs, die denkt heel veel na, is heel rustig, veel introverter als Saar. Maar zeker niet iemand die we daarin moeten vergeten, want zij zorgt vooral heel graag, voor Theo ook. En is heel erg gericht op sfeer, heel sfeergevoelig. Voor de kinderen is het best wel zwaar. In het begin hebben we zelfs een heel poosje nog niet verteld dat Theo ALS had.
Dat had er vooral mee te maken dat het voor ons te zwaar was om het aan hun te vertellen. Ik vind als je aan kinderen zoiets heftigs vertelt, moet je er wel een beetje voor ze kunnen zijn. En in het begin waren we daar niet. Toen was het veel te zwaar, veel te veel verdriet en ben je zelf lam geslagen letterlijk. We hebben echt even gewacht. We praten wel veel met elkaar, maar ik merk ook dat we over heel veel dingen ook weer niet praten. Pap, kom je? We praten wel over hoe onze relatie is veranderd. Dat we meer maatjes zijn geworden, meer soulmates. Dat het ook daar zit. Na de Theo ziek is geworden, is alles veel intenser geworden. Onze contacten met andere mensen, maar zeker ook binnen het gezin. We zijn heel erg naar elkaar toegegroeid en we waren al oké met elkaar, maar het is veel intenser en je bent je veel meer bewust van wat je nu hebt en daar koester je misschien veel meer of daar... Ja, ik haal er veel meer uit dan misschien daarvoor, was je er minder bewust van. We praten veel minder over dingen die we heel heftig vinden, zoals dat we ooit niet meer samen zijn of dat we ooit dat Theo ooit doodgaat. Als je het nou hebt over ALS, dan zien mensen heel veel de buitenkant. En je ziet iemand in een rolstoel en dat ziet er allemaal een beetje eng uit. Want onbekend is toch ook altijd een beetje eng. En mensen vragen heel vaak, hoe gaat het nou en red je het allemaal nog? En voor Theo en waar haal je het dan uit? Ik vind het heel belangrijk om mensen een stukje bewustwording mee te geven van sowieso wat ALS is. En dat het niet alleen maar halleluja en de gloria is van kijk ons gaan met al onze evenementen en leuke acties. Maar dat mensen ook zien van nou dit ALS is zoveel meer. En het gaat er dan in ons gezin denk ik niet eens zozeer. Het zorgen voor Theo is helemaal niet zo zwaar. Maar het zijn veel meer de zorgen om de ziekte en om het verloop en om het einde. Naar onze kinderen toe. Wij kunnen bijvoorbeeld nooit meer zeggen, dat vind ik heel moeilijk tegen de kinderen, het gaat nu even niet goed, maar alles komt goed. Doordat Theo letterlijk geen toekomst heeft, wij eigenlijk op dit moment ook niet weten waar onze stip aan de horizon is of wat die zal worden. Ja, dat maakt denk ik de ziekte zo zwaar. Probeer eens meer te kijken naar je gezin, wat heb je allemaal en ja, geniet daarvan. Zoek het allemaal niet in dingen die je ooit nog eens allemaal wil realiseren, maar ben gewoon tevreden met wat je nu hebt en probeer daar ja, wat intenser van te genieten. Misschien wat bewuster. Wij leven heel erg in het nu. Het gaat niet eens over volgende maand of waar willen we allemaal nog naartoe op vakanties of weet ik veel, whatever. Maar gewoon deze week, dat is genoeg.
We hebben geprobeerd om een zo eerlijk mogelijk beeld, denk ik, te geven. En toch is zijn jullie aanwezigheid maakt al dat een dag een heel klein beetje anders is. Dus nu is Theo eerder dan normaal echt wel klaar en gaat hij lekker even rusten. Ik ben heel trots op Theo, op hoe die is, op waar die elke dag weer moet doorstaan en maar moet laten gebeuren aan zijn lijf en de achteruitgang. En dat hij dan dus toch nog zegt, oké, ik ga nog een keer die Mont Ventoux op fietsen. Ik probeer nog zo sociaal mogelijk te zijn. Ik probeer nog steeds heel veel met mijn kinderen te ondernemen, terwijl er eigenlijk heel erg veel kruim kost. Dat ook een keer aandacht mag krijgen, vind ik heel fijn. En we zijn super blij dat jullie dit voor ons hebben willen doen.